Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste broeders, beste zusters, dit gaat geen vrolijke vlog worden. Met enige regelmaat praten wij met elkaar en hebben het over het drinken van alcohol, over het gebruiken van softdrugs, over zelfs dingen als lachgas, etc. En elke keer als we mensen oproepen naar de waarheid en oproepen naar de islam, zijn er mensen die als antwoord geven: hé, maar het is toch mijn leven? Ik mag het toch zelf weten? Het is toch mijn leven? En dat is onzin. Het is een leugen en het is een valse argument. Beste broeders en zusters, ik sta hier op dit moment in Utrecht, waar net de Salat al-Janaza in de moskee is geweest van een zuster van 21 jaar. En deze zuster is een aantal dagen geleden, is zij bij een autoaanrijding te water geraakt en daarna uiteindelijk is zij overleden. En de mensen die in de auto die haar aan hebben gereden, die daar zijn gevonden, die hadden alcohol gedronken. En degene die de bestuurder was, die was weggevlucht. Dus van hem waarschijnlijk hetzelfde. Beste broeders en zusters, iedereen die komt met zo'n onzin argument van: ik drink alcohol, maar het is toch mijn leven. Is niet waar, het is haar leven. Alle dromen die zij had over wat zij nog wilde gaan doen in haar leven, kunnen niet meer gerealiseerd worden. Alle momenten die haar familie nog bij haar wilde zijn, kunnen niet meer gerealiseerd worden. Zij is uit dit leven gegrepen omdat andere mensen het nodig vonden om alcohol te drinken. Dus het is niet jouw leven, het is het leven van een ander. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala voor haar haar graf verruimen, voor haar haar vergeven voor eventuele tekortkomingen en haar belonen voor het goede zaken die zij heeft gedaan. Amin. En als je nu kijkt, zeg amin. En voor alle mensen die zelf bezig zijn met het nuttige van alcohol, met het nuttige van softdrugs of wat dan ook, en die denken van: ik kan daar wel mee omgaan. Die mensen die haar hebben aangereden dachten dat ze daarmee om kunnen gaan. Stop met die onzin. Sterker nog, de reden dat in islam door Allah subhanahu wa ta'ala het nuttige van alcohol, het nuttige van softdrugs en al die dit soort zaken zijn verboden, is omdat het je besluitvorming beïnvloedt en negatief. En dat het de manier waarop jij in staat bent om bijvoorbeeld zaken te besturen, jouw leven of een voertuig, dat het slechter maakt. Dus je moet stoppen met die onzin. Taqwa is een weg. Taqwa is een weg die jij bewandelt en de uitkomst, de bestemming van de weg van taqwa is Jannah. Taqwa betekent dat jij in jouw leven Allah subhanahu wa ta'ala geen aanleiding geeft om jou te bestraffen. Als jij dit leven gaat leiden, maar je doet het tegenovergestelde, je gaat Allah redenen geven om jou te bestraffen, wees niet verbaasd als jouw bestemming het tegenovergestelde is van Jannah. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons allemaal vergeven voor onze tekortkomingen, mocht Allah subhanahu wa ta'ala degene die moeite hebben om te stoppen met dit soort zaken die soms ook verslavend zijn, het voor hun gemakkelijk maken. En echt serieus, beste broers, beste zusters, stop hiermee. Het is niet zo dat dit jouw leven is. Je raakt de levens van andere mensen. Dus keer terug naar Allah voordat jij terugkeert naar Allah, of voordat jij op een onrechtmatige wijze iemand anders laat terugkeren naar Allah. Mocht Allah subhanahu wa ta'ala ons vergeven voor onze tekortkomingen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.